Precies 45 jaar geleden is het dat TV Noordzee hier vandaan de allereerste commerciële tv-beelden uitzond. En niets doet meer herinneren aan de eerste omroeptekst van Marian Bier en Broodspot op 15 augustus 1964. Ja, dames en heren, en hier sta ik dan op het televisie-eiland in de Noordzee. Maar mag ik me eerst even voorstellen? Mijn naam is Marian, ik ben uw omroepster. Tja, eindelijk is het dan zover. Eindelijk kunt u televisieuitzendingen zien vanaf dit eiland. De laatste jaren leidde het Rem-eiland een kwijnend en roestig bestaan in Zeeland. Totdat een Amsterdamse woningstichting het gevaarte opkocht. Het Delfzijlster bedrijf Heuvelman Ibis werd uitverkoren om dit mediamonument nieuw leven in te blazen. Om dat verbouwing, verdieping erbovenop te zetten, constructies te maken. En daar is natuurlijk, dat is voor ons bedrijf, is dat een mooie opsteker. TV Noordzee is heel, heel veel van plan. Verreweg de meeste programma's die je zult zien zijn amusementsprogramma's. Want onze eerste en belangrijkste bedoeling is amusement brengen. Het gerestaureerde eiland krijgt straks een prominente plaats in de houthaven van Amsterdam. Het dient er als promotieplek voor een toekomstige woonwijk en krijgt onder meer een horecafunctie. Heuvelman denkt dat het bouwproject ook goed is voor de uitstraling van Delfzijl. Qua naamsbekendheid is het natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, vooral, het is uiteindelijk een media-eiland geweest. En ik hoop ook dat de media hier even oppakt en dat wel even volgt. Na het begin van TV Noordzee zette Den Haag een streep door de commerciële televisie. Mariniers daalden neer op het platform en de zendapparatuur werd verzegeld. Voor de Delfzijlster ondernemer is de Amsterdamse miljoenenorder een overwinning op de moordende concurrentie uit de Randstad. Daar ze het toch voor elkaar gekregen hebben om Amsterdam en Rotterdam uit te sluiten en hem naar Delfzijl te halen. Want u voelt zich als Delfzijl nu wel een beetje de winnaar? Uiteraard. Het voormalige media-eiland is tijdens de manifestatie Delfzijl in de haven te bekijken. Volgend jaar wordt het verbouwde eiland definitief geplaatst in de Amsterdamse haven. Dames en heren, goedenavond.